Welkom bij Theater Na de Dam. Op 4 mei, een uur na de Nationale Dodenherdenking, zouden in heel Nederland jongeren in het kader van Theater Na de Dam theatervoorstellingen brengen. Op basis van gesprekken met ouderen over de Tweede Wereldoorlog. De jongeren van Arthur Jans zouden deze voorstelling spelen in het stadhuis van Alkmaar. Door de coronacrisis ontmoeten we elkaar niet daar, maar in de huiskamers. Door heel Nederland luisteren, kijken en lezen mensen naar waardevol materiaal dat gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog en de herdenking. Stelt u zich dat voor. In al die huiskamers zijn we los van elkaar verbonden in hetzelfde ritueel. Ook nu. Vrijheid. Vanuit mijn raam zie ik een witte duif. Een teken voor vrede en vrijheid. Ik heb een gevoel van vrijheid. Maar heeft iedereen dat ook? Kan iedereen vrij spreken? Hebben we nog vertrouwen in elkaar? Hebben we genoeg kracht voor deze tijd? Blijven we van elkaar houden? Ik weet het antwoord niet. Het ligt in onze handen. Raken we de vrijheid kwijt? Of kunnen we deze bewaren? Hebben we genoeg aandacht voor elkaar? Laten we elkaar genoeg vrij? Kunnen we elkaar beschermen? Ik weet het antwoord niet. Het ligt in onze handen. 75 jaar terug, in de kindertijd van mijn oma en opa, was de vrijheid zo goed als kwijt. Mijn opa en oma waren 5 en 6 jaar toen de oorlog begon. Door de jaren heen zijn hun twee verhalen samengesmolten tot één kijk op de oorlog. Eén kijk op vrijheid. Op 14 mei 1940 moest mijn opa wegvluchten uit zijn geboortestad Den Helder. Hij haastte zich met zijn familie naar de trein, terwijl de bommen achter hen neervielen. Zijn vader duwde hem door een raampje de treincoupé binnen. Niet wetend of hij ook mee kon. Tijdens de bombardementen schuilde mijn oma met haar familie onder de tafel met een deken tegen de scherven die ze hoorden vallen. Maar bij beiden ging het dagelijks leven door en gingen ze weer naar school. Wel werd hen geleerd dat ze niemand konden vertrouwen. Hou je mondje dicht en kijk uit. Vertrouw niemand. Iedereen kan een verrader zijn. En als de Duitsers kwamen, verstopten de onderduikers zich in kasten en op het dak. Tik, het steentje raakt het dak. Tik, verstop je, er is gevaar. Tik, weg hier, te gevaarlijk. Zo gingen 5 lange jaren van angst en wantrouwen voorbij. Toen ze over waren, konden mijn oma en mijn opa eindelijk vrij een mening uiten. En voelden ze zich niet meer gebonden aan alle kanten. Wat mijn opa en oma jullie mee willen geven is: heb eerbied voor een ander en geef een ander de vrijheid om zijn mening te uiten.
onder de tafel, onder de tafel. Over de tafel, over de tafel, over de Ich war natürlich sehr klein, bin erst 42 geboren, weil ich Keuschhusten hatte. Das ist Kickhusten, was von der Lunge herkommt, was sehr krankhaft macht. Hallo, mein Name ist Ty Bakker. Ich hätte auch sterben können, weil keine Medikamente. Es ist nicht zomaar ein Verhaal. Es ist ein besonderes Verhaal aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Verhaal mit Spannung, aber auch mit einem guten Ende. Und meine Mutter war mit ihren drei Kindern im Bunker reingegangen, um Schutz zu suchen vor den Angriffen. The girl who saved 60 people with her coughing. 45. Mijn oma was toen nog 2 jaar oud. Het waren de laatste dagen van de macht van Duitsland. De bevrijders kwamen het land binnen. En het land was bevrijd. Er was een hoop vreugde. Maar er werden ook plannen gemaakt om alles weer te herbouwen. Het plan was om alles eerst plat te bombarderen en dan weer te herbouwen. Maar een klein stukje verderop stond een bunkertje. En in die bunker zaten ongeveer 60 mensen. Inclusief mijn oma. Er waren al wat gebouwen gebombardeerd. Maar net op het moment dat de bunker aan de beurt was om kapot te maken, was er een klein gehoest. Het was een klein meisje van 2 jaar die een soort longontsteking had. Zij stil, dan komen die nazi's. En net voordat de bommen bijna werden geactiveerd, roepte iemand: stop! Er zitten volgens mij nog mensen in. Tommy zegt: om Gottes willen, hier zijn ja nog mensen drin. De man loopt naar de bunker en klopt aan. Klop, klop. Ja, zo was dat. Is er iemand? Zijn er nog mensen in? De man haalt alle mensen de bunker uit. Zo bleek dus dat er uiteindelijk meer dan 60 mensen in de bunker zaten. En zonder het gehoest van mijn oma zouden al die mensen gesneuveld zijn. Het is eigenlijk wel een rare gedachte, want je moet maar eens denken, hè? Stel je voor dat jouw oma gewoon, stel dat ze niet aan het hoesten was, dan had ik hier uiteindelijk gewoon niet gestaan. En mijn moeder ook niet. Dat is een best wel rare gedachte. Heb ik minstens 50 mensen das Leben gerettet. Da bin ich als Kind war ich immer richtig stolz. Het verhaal met een goed eind. Vrijheid is voor mij kunnen zeggen wat ik wil,
en de vrijheid voor een ander om het niet met me eens te zijn. Vrijheid is voor mij gelukkig mogen zijn. Voor mij is vrijheid om te zijn wie je wilt zijn en met wie je wilt zijn. Dus hoe heet het? Dus als je met je familie wilt zijn, dat je met je familie kan zijn, of een dier of iets. En met wie je wilt zijn, dus stel je wilt iets anders zijn dan je nu bent, dat je dat wel kan zijn. Dat is voor mij vrijheid.